New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Duurzaamheid is veel meer dan klimaatverandering en CO2. En in dit Transparency House hier midden in Den Haag, naast Den Haag Centraal, in een glazen huisje, mag ik eigenlijk wel zeggen, met heel veel glazen ramen. Iedereen kan ons hier zien zitten. Praten wij over duurzaamheid en laten we zien hoe ongelooflijk divers die duurzaamheid wel niet is. En natuurlijk hoe belangrijk het is. En het mooie is, we spreken met allemaal ondernemers, specialisten en we hebben ook al politici gehad om te laten zien dat er heel veel gebeurt en dat er nog veel meer moet gebeuren natuurlijk. We gaan met elkaar in gesprek over verschillende onderwerpen in deze aflevering. En dat doen we samen met twee ongelooflijke leuke tafelhosts. Want Annemarie Rakhorst en Ruud Koornstra zijn onze tafelhosts. Ja, en dat zijn van die mensen, als je die moet introduceren ben je al een uur verder. Dus ik doe ze ongetwijfeld tekort. Maar Ruud is bijvoorbeeld een duurzame serieondernemer. Hij heeft ooit Oxio opgezet. Hij heeft de Varox ledlamp. Daarmee heeft hij ervoor gezorgd dat er een ware verlichtingsrevolutie in Nederland is gekomen. En Annemarie Rakhorst richtte bijvoorbeeld het duurzame ingenieursbureau Search op en is een veelgevraagd spreker op het gebied van duurzaamheid. Nou, die zal je maar voor je neus hebben om met je in gesprek te gaan. Want die weten heel veel van duurzaamheid. Dus het is altijd een spannende uitdaging of ze zich bij het stellen van vragen kunnen houden of dat ze toch stiekem nu en dan er eens wat tussendoor gooien. Zij gaan in gesprek in dit komende programma over de Aluminium Agreement en duurzaam bouwen. En dat doen ze als het gaat over de Aluminium Agreement, onder meer met Catharina Bieringa van het Aluminiumcentrum, Siward McIntosh van Bayard Aluminium, Arnoud van Walrecht van KPMG en Gert-Jan Vroegen van GSIS. En als je een beetje geluisterd hebt naar alles wat hier in de Transparency House gebeurt, dan weet je dat dat een nieuwe standaard is. Een overkoepelende standaard voor duurzaamheid. Ruud en Annemarie, ga je gang. Nou, dankjewel. Hè. Het is hartstikke leuk om hier te zijn. En vooral om met geweldige organisaties en bedrijven te praten. Want wij weten natuurlijk heel goed dat het doen van duurzaamheid bij het bedrijfsleven ligt. Is het niet, Ruud? Zwiep. Ja, dat is zeker zo. En ik vind het al wel meteen mooi om die discussie te voeren over duurzaamheid. Want we zitten nu Transparency in een container, een glazen container. Maar ook zeggen sommige mensen dat duurzaamheid een containerbegrip is. En het mooie is dat als je daar met ondernemers over praat, dat dat wel meevalt. Omdat duurzaamheid, en ik ben ondernemer bovenal, en ondernemers zijn dromers. En wij dromen van een betere wereld. En ik durf dan altijd de lat maar hoog te leggen. We hebben hier de Sustainable Development Goals voor ons liggen. Dat gaat natuurlijk veel verder dan CO2 en circulair. Daar hebben heel veel dingen mee te maken. Maar mijn droom, ik spreek hem nog maar eens uit. Ik doe dat al 15 jaar, die droom uitspreken. Maar dat is het paradijs op aarde voor 10 miljard mensen in 2030. Daar gaan wij voor. En dat is duurzaamheid. Zorgen dat we daarop uitkomen. Zwiep, zullen we dan eens vragen hoe deze ondernemers bijdragen aan het paradijs op aarde. Denken jullie er ook zo over? Dromen jullie ook van dat paradijs zoals Ruud dat zo leuk omschrijft? Voor mij persoonlijk eigenlijk wel. Ik bedoel, ik ben redelijk jong in de organisatie in Bayard. En voor mij, we zijn een familiebedrijf, dus continuïteit is belangrijk. En eigenlijk het hele verhaal van continuïteit en voor je mensen goed zijn, daar staat eigenlijk duurzaamheid. Ja, linea recta in dezelfde lijn. Dus voor mij is het gewoon, als je het niet doet, ga je op een gegeven moment toch achterlopen. Dus je moet wel. En kan je dan ook eens heel concreet aangeven hoe je dat binnen Bayard vormgeeft? Dat is eigenlijk voornamelijk door het in kaart brengen van wat gebeurt er nu op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn uiteindelijk een partij die complexe aluminiumconstructies in diverse industrieën uiteindelijk bouwt, produceert ook. Dus van offshore tot tot civiel, tot infrastructuur, tot defensie. Dus gaat redelijk breed. En aluminium vanuit zichzelf, daar is heel weinig over bekend. En dat is ook wel de uitdaging. Want als je uiteindelijk het optimale uit aluminium haalt, het is eigenlijk door en door te recyclen, upcyclen, downcyclen. Dat is gewoon super mooi. En daar zijn gewoon heel veel mogelijkheden in. En voor mij is het echt ook zaak om dat door te communiceren en dat samen met de hele keten verder op te pakken. Ja, klinkt heel ondernemend. Ik zei net natuurlijk ondernemers, maar ondernemen is een werkwoord. Dus ook als je ergens werkt, kan je voor mij heel goed een ondernemer zijn. Dus maakt even niet uit in welke positie je dat doet. Maar als je nu even vergelijkt aluminium met staal.
Ik heb nog niet zo lang geleden bij Tata gezeten. Want de grote vervuiler in Nederland, ja, die willen het best goed doen. En daar, als je dan daar de rondleiding krijgt, dan zie je opeens dat ze een soort gniffelen als automobielindustrieën bijvoorbeeld weer afstappen van aluminium. En ik denk, ja, volgens mij is dat juist goed dat die auto's aluminium zijn. Is daar ook een soort strijd nog in die verduurzaming, dat de strijd om het aluminium toepassen? Nee, helemaal niet. Ik denk dat het juist goed is om met verschillende materialen te werken. En waar mogelijk, als je het geval van staal pakt, als je bijvoorbeeld grote constructies hebt, zware belasting, dan een deel staal en een deel aluminium. Je ziet steeds meer dat aluminium delen van staal gaat vervangen. Kijk je bijvoorbeeld naar bruggen, dan als je grote overspanningen hebt, dan is er een groot deel staal, maar ook bijvoorbeeld een brugdek en ook bewegende brugdekken, leuningen en dergelijke, die worden dan van aluminium gemaakt. En dat is licht, dus je kan er hele mooie vormen mee maken. Je hoeft het niet te schilderen. Dus qua onderhoud heel interessant. Dus de combinatie van beide materialen is heel goed. En dat kan ook met een kunststof of een hout of een beton. Dus ik geloof niet in één materiaal, maar de combinatie van verschillende materialen. En je ziet juist partijen in het staal die toenadering tot ons zoeken en dat we daarmee samenwerken. Dus als ze aan mij vragen, moet alles in aluminium? Nee, beslist niet. Maar wel in combinatie met. En je ziet steeds meer dat aluminium ook door andere materialen wordt meegenomen. Dus wij zien juist samenwerking ook in die keten. Je bent dan op zoek naar bekendheid over hoe duurzaam en hoe circulair is iets. Misschien wel een mooi bruggetje, ook van aluminium, richting Gert-Jan Vroegen van het Global Sustainable Enterprise System. Je hebt de circulariteitsmeting binnen dit systeem mee vormgegeven. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat klopt. Dankjewel, Annemarie. Nou, eigenlijk die vraag ook die net gesteld werd van staal versus aluminium. Ik vind dat we het daar niet over moeten hebben. Ik denk dat er mag best competitie zijn. En competitie is goed, hè, om elkaar scherp te houden en om te kijken om elkaar te verbeteren. Maar het moet wel ook een fair play zijn. En ik denk, en ik heb ook zelf aan de lijve ondervonden, zeg maar, waarbij het uitgezocht moet worden, wat is nou beter, staal en aluminium? Nee, ik denk eerder ook wat net gezegd werd, het gaat om samenwerking. En daarnaast gaat het ook, we zijn hier nu in een transparency house, het gaat om transparant laten zien, wanneer is wat het beste? Wat is de environmental footprint van aluminium? Wat is de environmental footprint over de hele circulariteit van staal? En inderdaad, GSES-model biedt de mogelijkheid om dat inzichtelijk te maken. Dus er zijn twee delen daarvan. Eén, de circulariteitsindex. En de tweede is de environmental footprint. Dus dan kijken we gewoon naar alle milieuaspecten. En samen, zeg maar, gaat dat inzicht geven op zoek naar oplossingen, op zoek naar wanneer kan je het beste wat toepassen. Daarnaast is, denk ik, ook een incentive om steeds te verbeteren. Dus aluminium biedt ook een grote keuze, zeg maar, van, dus er gaat veel energie zitten in het maken van aluminium, dat is bekend en daar wordt elke keer op gehamerd. Maar we zijn ook ontzettend hard bezig om de energie duurzaam te maken. Dus op het moment dat dat gehaald wordt, dan heb je volgens mij een fantastisch product, waarmee je gewoon ongelooflijk mooie eindproducten kan maken en dat toepassen in heel veel verschillende dingen. Maar er komt dus binnenkort op basis van de meest duurzame keuze, in mijn ogen is dat een voordeligere keuze ook, kan je gaan zeggen, nou, het plaatstaal van een auto kan je het beste van lignine maken. Ik weet het niet. Lignine, dat is dat wat je, dat zit in bomen. Dat was je normaal 30% uit die bomen weghaalt. Ik noem maar wat. Maar als dat het dan zou zijn, dan zijn jullie het met elkaar ook over eens. Dan gaan we dat doen. Ja, ik denk dat we, als je gaat verduurzamen, dat betekent ook het herdenken, het omdenken van wat doen we op dit moment? Waar willen we heen? En wat is dan eigenlijk misschien wel, wat doen we nu? Net als de LED-verlichting. Heel lang, maar speelt concurrentie dan toch geen rol? Ik zit dan zo te denken, hoe kunnen we nou, want de baas, ik hamer er even op door. Ja. De baas van Tata Steel in Nederland is niet de baas van Tata Steel. Die baas zit in India. Dus het is een zetbaas. Hij past op de winkel. Ja. Ik kan het ook gewoon tegen hem zeggen, want hij weet, het is namelijk zo. En hij kan maar op een bepaald aantal dingen kan die echte grote stappen zetten. Dat is best moeilijk voor zo'n man op zo'n plek. En daarin zie je dus dat hij moet gewoon zorgen zoveel mogelijk staal te verkopen. Dus hij is helemaal niet zo meewerkend als jullie zeggen, ja, als het beter in aluminium kan. Nee, staal. Dat is waar we gaan doen. En beter staal. En nog duurzamer. En ik zou het zo mooi vinden, dat er is namelijk volgens mij genoeg werk voor iedereen, dat je dus die echte afweging maakt wat het beste is. En krijgen jullie dat voor elkaar? De antwoord daarop, als ik heel even kort mag.
volgens mij gaat de markt dicteren. Dus dat zie je nu al in de infrawerken. Rijkswaterstaat en ProRail die besteden aan. En daarbij is duurzaamheid zo belangrijk dat er op gezocht gaat worden naar de beste oplossing. Dus er is niemand die vanuit een organisatie kan zeggen, je gebruik wat ik maak, zeg maar. Maar de klant uiteindelijk gaat gewoon bepalen op basis van duurzaamheid. En dat betekent dus dat je er vertrouwen in hebt als je Rijkswaterstaat en Rail Infra noemt als organisaties die duurzaam inkopen en op die manier de markt bepaalt, dan heb je eigenlijk vertrouwen in de toekomst, in wat hier gaat gebeuren, hoe de ontwikkeling zich... Dat is een enorme drive, zeker. Ja. En als meer organisaties dat gaan doen, dan gaan de juiste keuzes gemaakt worden. Als de basis maar goed is, dus dat er gewoon op een goede manier inzichtelijk gemaakt wordt van wat is de footprint van het een, wat is de footprint van het andere, over de hele keten. Ja, wat belangrijk daarbij is dat wij kennis brengen. Dat doen we dagelijks. Dat doen we vanuit onze eigen organisatie, Bayard, aluminiumconstructies. En dat doen we ook bijvoorbeeld vanuit een brancheorganisatie, het aluminiumcentrum, waar namens ik hier ook zit. Dus het is gewoon kennis brengen. Wij merken vaak dat van de verschillende materialen niet altijd bekend is wat de kenmerken ervan zijn. Wat het wel kan en wat het niet kan en wat je waar het beste voor kan gebruiken. Dus dat kennis brengen op de juiste plekken. We noemen hier een Rijkswaterstaat, een ProRail, provincies, gemeentes, maar ook ingenieursbureaus, architecten. En je merkt vaak dat bijvoorbeeld in het geval van aluminium, dat ze daar gewoon nog te weinig kennis van hebben. Want ze blijven hier nou een klein beetje hangen op winning. Maar als je kijkt op levensduur, dan is aluminium bijvoorbeeld een heel mooi product. He, omdat het onderhoudstechnisch interessant is, dat je ook qua kosten in de constructie een lichtere constructie hebben, omdat aluminium zelf ook veel lichter is dan staal. Dus het is aandacht voor het toepassingsgebied. Ja. Het is niet altijd overal hetzelfde materiaal. Kijk goed naar je toepassingsgebied. En kijk naar de totale levensduur, ook wel total cost of ownership. En de CO2-belasting van die totale levensduur van het materiaal. Misschien een mooi bruggetje weer van aluminium naar Vera. Want ik hoorde ooit van Jan-Peter Balkenende dat accountants de wereld gaan redden. Hier hebben wij een dame namens KPMG. Ik zeg, is dat zo, Vera? Ik denk zeker dat accountants, zoals eigenlijk elke speler in de markt, een belangrijke rol kan en moet nemen bij de overgang naar een duurzame wereld. Tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik sta hier vanuit KPMG Sustainability. Dus wij zijn een klein beetje een vreemde eend in de bijt wat dat betreft. Wij zitten in de advieskant van KPMG en adviseren bedrijven die een stap willen maken richting een meer duurzame bedrijfsvoering. En dat kan op allerlei vlak zijn. En binnen dat team is er een aantal mensen, waar ik er één van ben, die zich richten op circulaire toepassingen. En wat is dan de heilige graal? Ik ben een ondernemer of een medewerker van een bedrijf. Ik zit te luisteren naar dit schitterende radioprogramma. Wat moet ik doen? Kom eens op met jullie advies. Ik zou sowieso zeggen dat een van de belangrijkste dingen is om ook bij jezelf na te gaan van waar zit mijn impact en waar wil ik op richten? Waar zit mijn energie? De impact als het gaat om CO2 is niet altijd hetzelfde als de impact die je kan behalen door bijvoorbeeld awareness te creëren, of de impact die je kan veroorzaken door het gesprek aan te gaan met je ketenpartners. Je kan ook veel impact bereiken, eigenlijk zoals we hier ook bespreken in het aluminiumakkoord, door niet alleen naar je eigen bedrijfsvoering te kijken, maar om te kijken wat kunnen wij samen in de keten bereiken. En misschien is die impact nog wel veel groter. Dus ik zou zeker... Het start volgens mij eigenlijk bij de vraag van wat is onze core business? Want ik geloof heel sterk dat je moet verduurzamen in de kern van je bedrijf, waar je goed in bent. Wat is daar de lange termijnvisie op het gebied van duurzaamheid? En wat is ook het laaghangend fruit? Waar kunnen we morgen al een verschil mee maken? En ook onze mensen inspireren. Maar je bent uiteindelijk onderdeel van een rekenclub. Ja. Hè? Dus het is gewoon heel eenvoudig. Er is een jaarrekening en dat is min en plus. En onderaan de streep. Dat is, maar dat is wel zo lekker. Ja. En vaak zit in die duurzaamheid, zijn er allemaal van die gelovers en die dromers. Het mooie is dat accountants will save the world. Ik was het er helemaal niet mee eens, want ik dacht, dat zijn wij toch aan het doen. Maar uiteindelijk zit jij wel in het nest van een club die kan zeggen, als je het echt doorrekent, maar dan moet je ook even alles doorrekenen. Dan moet je ook even het onderhoud doorrekenen. Dan moet je ook even de total cost of ownership, alles bij elkaar.
dan blijkt dus dat duurzaam niet stopt bij de eerste vier letters. Ja. En als dat wel zo is, dan is het nog niet duurzaam. Dus dan moeten we nog, hebben we nog wat werk te doen. Ja. En dat is natuurlijk het leuke waarom accountants, ik noem dat vaak cover your ass companies, hè, die dekken je als duurzame strijder financieel. Kijk, en het klopt ook nog. En zelfs dan is er nog een groot probleem om het te implementeren. Want als het zelfs rekenkundig, ja, dan zal er wel iets zijn. Dat kan haast niet, of dat zal toch niet zo zijn. Of we zijn het altijd zo gewend. Er is altijd wel ding. En daar moeten we volgens mij, en dan is volgens mij jullie club weer belangrijk, dat je dan ook nog een goed advies schrijft. Maar uiteindelijk kom je er financieel, als je echt alles doorrekent, eigenlijk duurzaam altijd goed uit. Ja, en als ik daar nog heel snel iets op mag zeggen, is dat wat wij zien, is dat vaak bij duurzame strategieën of bij het willen doorvoeren daarvan de investering vooral aan de voorkant zit. En dan kom je heel vaak bij de CAPEX-OPEX discussie. Hè? Van, we moeten nu een investering doen en ook total cost of ownership. Als je over de langere looptijd kijkt van een duurzame investering, verdien je die bijna altijd terug. En daarnaast zijn er ook externaliteiten waar wij ook met KPMG bijvoorbeeld naar kijken. Van, je hebt ook waarden die niet op dit moment alleen financieel zijn, maar die je wel zou kunnen uitdrukken in financiële waarden, sociaal-economische waarden, ecologische waarden. En daar zijn ook methodieken voor ontwikkeld, ook bij KPMG, om ook die kosten inzichtelijk te maken. En dat kan ook een goede drijfveer zijn voor personen binnen een bedrijf die misschien niet intrinsiek op duurzaamheid gemotiveerd zijn, maar vooral ook naar die business case kijken. Duidelijk, dankjewel. Je wil me graag aanvullen. Ja, ik denk dat als bedrijf, ik ben geen filantropische instelling. Je wil de mensen graag aan de slag houden op lange termijn. En ik denk dat veel mensen, in ieder geval in bedrijven, zijn bezig met hoe kan het efficiënter en goedkoper. Wij zijn dagelijks bezig prijzen te maken. En dan denken we, het materiaal kost zoveel, de mensen kosten zoveel, maar hoe kunnen we het nou efficiënter doen? En dan bijvoorbeeld transport. En hoe een half lege vrachtwagen is natuurlijk niet echt handig. Dan kun je kijken hoe je dat zelf beter organiseert. Maar je kan ook kijken in de keten, hoe doet een ander dat? Wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met een project in Engeland, een tender. En er zijn een aantal partijen in de keten die daarop offereren. En we zijn met elkaar aan het kijken, hoe kunnen we dat transport beter inrichten? Want hoe vaak... Ja. Binnen duurzaamheid.nl hebben we een artikel geschreven, als containers van glas zouden zijn, hoe toepasselijk vandaag. Absoluut. Stel je voor dat alle containers die transporteren over de wereld en ook alle vrachtwagens van glas zijn, dan zie je dat meer dan 50% leeg rijdt of reist of staat. Ook heel veel inefficiëntie ze in zouden de keten nu zit. In deze container in ieder geval zien dat die behoorlijk vol zit. Deze, deze is goed vol, gevuld. Vandaag. Ja, ja. Ja. Ja, en met heel veel energie en warmte ook. Ja, hoeveel warmte zijn echt een energiecentrale zijn kunnen produceren. Even naar wat er goed gaat. Dus ik ben ook nog heel benieuwd naar de bottlenecks. Maar even naar wat er goed gaat. We weten van het Planbureau voor de Leefomgeving dat er 1500 bedrijven zijn, start-ups zijn, die geweldige dingen aan het neerzetten zijn in Nederland. Help eens even mee met dat rijtje. Wie? Nou, bijvoorbeeld als ik gewoon kijk naar de industrie waar we in werken, is wat ik al zei, offshore. Nou, dan heb je het over olie en gas. Nog steeds een groot onderdeel, maar ook offshore wind. En je ziet toch dat daar een transitie gaande is. Zo leveren wij bijvoorbeeld ook steeds meer helikopterplatforms op offshore wind substations in plaats van olie en gasplatformen. We leveren allebei, maar we gaan mee met de markt. En dat is voor mij ik vind dat aan de ene kant mooi om te zien dat we die verandering meemaken. Daarnaast is het leuk om een keer samen met partijen zoals bijvoorbeeld een Heijmans en Solar Highways neer te zetten. Wat ook gewoon een innovatief idee is, wat uiteindelijk weer commercieel verder uitgerold kan worden. Dus dat zijn de positieve dingen. En moet je even uitleggen wat het is, Solar Highway? De Solar Highway. Dat is eigenlijk, heb je een geluidsbarrière. Vanuit Boyards hebben we redelijk veel gebouwd. Alleen het zijn vaak gewoon aluminiumconstructies met dus een glazen frame erin. En de Solar Highways is dus eigenlijk een aantal honderd meter, een geluidsscherm die niet alleen geluid absorbeert, maar ook energie opwekt. Gaan we dat nou eindelijk maken? Ik rij als ik op de snelweg. Ja, maar hoe serieus. Kan dat zijn? Maar hoe makkelijk is het toch ook? Ja, dat helemaal eens. Toch? Ander goed voorbeeld. Ja, ik vind persoonlijk dat ik zie een enorme cultuuromslag. Ik zie dat in ons eigen bedrijf, ik zie dat bij onze klanten, ik zie dat de partijen in de keten. Je kan niet meer achterblijven met duurzaamheid. Niet alleen dat het financieel
goed is. Maar het wordt ook van je verwacht. Ik moet zeggen, als ik privé kijk, vroeger scheidde ik geen afval. Je kan niet achterblijven. Je ziet dat de generatie, in ieder geval naar mij, en daar weer achter, dat die er al veel bewuster mee bezig zijn. Een dikke auto voor de deur is helemaal niet meer fancy. Gewoon, hoe regel je het vervoer in dat soort zaken? Je kan gewoon niet meer in dat opzicht achterblijven. Dus de culturenopslag, dat zien we ook in ons bedrijf, is jongens iedere dag denken, hoe kan het efficiënter, beter, hoe regelen we... In die discussie, ik heb trouwens een hele dikke auto. Ja. Maar die is wel van aluminium en elektrisch, dus dat moet jou aanspreken. Ja. Als je nou een toverstaf zou hebben en zegt van oké, met alles wat we nu aan het doen zijn en verbeteringen, maar ik heb twee, of mogen we een idee zeggen, 2030, hè, de droom 2030, dat we het echt voor elkaar hebben. Welke grote stappen moeten we dan zetten? Of, en dat is eigenlijk een tweede ding, ik ben ervan overtuigd dat dat niet uit je eigen branche komt. Als je echt verandering wilt maken, dat uiteindelijk van buiten afkomt. Dat is namelijk altijd zo geweest. Dus in hoeverre denk je, kan het zelf? En in hoeverre zet je de deur open voor, noem het maar, de dromers van buitenaf, die in het begin als gekkie worden gezien, maar die dan uiteindelijk wel zo'n hele industrie helpen een zet te maken. Want innovatie gaat heel goed, maar vernieuwing is nog steeds heel moeilijk binnen de sector. Ik denk dat dat is juist vanuit andere organisaties naar je eigen organisatie kijkt. De bouw, waar ik dan vanuit ons bedrijf met name actief in ben, is zo traditioneel. Wij kunnen ontzettend leren van andere branches. En als je nou, daar kom ik weer met aluminium, maar andere branches wordt aluminium al veel meer toegepast. Maar als je nou kijkt naar verre toekomst, waar jij het over hebt, en hoe zou het er moeten uitzien? Wij zitten in het kleine Nederland hier. Maar als we wereldwijd kijken van, dat we niet alleen hier ons druk om maken, maar gewoon ook wereldwijd dat besef is op lange termijn, en hoe we de kinderen van onze kinderen enzovoort, dat die ook nog een goed leven hebben. We hebben nog een paar minuten. De laatste woorden zijn voor Gert-Jan Vroegen, want hij staat hier namens het Global Sustainable Enterprise System. En bij jou willen we wel eens horen, want je hebt al die mooie producten en al die mooie bedrijven op het platform staan online. We hebben veiligheidsvestjes gezien van Groeneveld. We zien daar koffiezetapparaten, als ik het goed heb, van Philips. Wat is er nou echt helemaal vet en cool? En wat is jouw droom in die laatste minuten? Nou, mijn droom, eigenlijk begint die best wel uit te komen. Ik zie een enorme drive bij organisaties en bedrijven waar ik kom. Dus ik zie enthousiasme. Ik zie inderdaad dat het gewoon geen vraag meer is. Maar ik zie gewoon de wil om te innoveren. Ze zijn echt serieus bezig. Het is niet meer iets erbij, maar het begint steeds meer geïntegreerd te worden. Wat ik ook een keer gezien heb, is dat de duurzaamheid bij een directeur van financieel directeur zat. Dat is denk ik ook wel iets wat de conclusie is. Als die ervoor gaat, zeg maar, dan begint het echt te lopen. Dus ze hebben toch gelijk. Het zijn de accountants die ons uiteindelijk moeten redden. Kunstenaars, we roepen jullie op. Droom met word ons accountant. Mee. En wordt accountant. Ja. Dat is het dan. Ja. Goedemorgen zeg. Wat een conclusie van zo'n half uur met zoveel mensen in de studio die over duurzaamheid praten. De accountants zijn aan zet. Die moeten het allemaal regelen voor ons. Nou, mijn conclusie is, iedereen is aan zet. En we hebben nog een hoop te doen. Dank jullie wel allemaal. Fijn dat jullie meespraken over dit belangrijke en interessante onderwerp. Wij gaan natuurlijk straks gewoon gezellig verder praten over duurzaamheid in het Transparency House. En straks gaan we het hebben we eigenlijk een beetje al gedaan. Maar het ging natuurlijk vooral over aluminium. Maar straks gaan we het wat breder hebben over duurzaam bouwen. Dat hoor je zo.